Minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken zal samen met zijn collega Kenneth Amoksi van Justitie en Politie mogelijkheden bekijken om het fileprobleem van de Weidenbosbrug op te lossen. De bewindsman gaf aan dat er verschillende voorstellen zijn om te komen tot een oplossing van dit probleem. Bekijken hoe we toch tijdelijk, totdat dat nieuw ontwerp in place is, de file voor Nikeda van Kamerwijnen kunnen tegemoetkomen. Ik geef een voorbeeld hoor. Je weet, een van de voorstellen was om, als je komt vanuit Kamerwijnen naar de stad, om linksaf te gaan en deel te verkeerd af te leiden. Linksaf. Maar je weet, daar waren in het verleden zoveel protesten geweest van de gemeenschap. Men wil dat gewoon niet. Maar we gaan kijken in het belang van het groot, in het grotere belang. En wat extra veiligheidsvoorziening om te kijken als we toch dit voorstel operationeel kunnen zetten. Een tweede is om de verkeerslichten aan te passen, zodat het verkeer van Kamerwijnen voorkeur krijgt om zeg maar naar de stad te gaan, naar het noorden of het zuiden. Dus deze voorstellen ga ik toch bespreken met mijn collega volgende week. We hebben afspraak gemaakt om totdat het nieuw ontwerp in place is, deze tussenoplossing te bedenken. Dit zijn voorstellen die eerder waren gedaan. Het ministerie is nu bezig andere verkeersroutes uit te dokteren. Je kan spelen met de verkeerslichten. Je kan ook gewoon zeggen, weet je wat, we gaan Kamerwijnen 6 tot 7 voorkeur geven. Alleen zij mogen op de Van Oppenruisstraat rijden. En Wanica mag 5 tot 6 alleen rijden op de Van Oppenruisstraat. Dat is ook een optie. Dus je kan van alles bedenken, maar feit is dat het verkeer in heel Paramaribo en Kamerwijnen vast gaat lopen, omdat er gewoon veel voertuigen zijn en veel activiteit. Een ander ding dat we serieus hebben besproken in regeringsverband is om heel wat scholen en overheidskantoren te verplaatsen. Je moet dat echt doen, want er zijn heel veel ambtenaren die werken bij de overheid, maar er zijn ook heel veel schoolkinderen die naar Paramaribo speciaal op school moeten. Dus als je die twee problemen fysiek oplost, heb je kennelijk een heel groot probleem ook opgelost. Het was minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken. Er worden alternatieve routes bedacht om het fileprobleem op de Weidenbosbrug en de Van het Hogeruisstraat op te lossen.